Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt naar Alles Over Geld. Het is vandaag donderdag 23 maart en aan het eind van de maand geef ik iedere maand een update wat betreft de huizenmarkt. Als je nieuw bent op het kanaal en je bent geïnteresseerd in investeren, beleggen, maar ook wat de huizenmarkt doet, wat de inflatie doet, abonneer dan zeker op het kanaal. Dan kunnen we gelijk beginnen met de video. Gisteren kopte het CBS, het Centraal Bureau van de Statistiek, een prijsdaling koopwoningen in februari. Nou, laten we eens even gaan kijken wat dit dan precies betekent. In februari waren de prijzen van de verkoopwoning voor het eerst sinds april 2014. Dus dat is al ruim acht jaar geleden. lager dan dezelfde maand een jaar eerder. In de vorige video van de vorige maand hebben we deze grafiek ook meegenomen. Dit is de jaar-op-jaar -jaar verandering. Dus deze maand februari 2023 is een verandering ten opzichte van februari 2022. En voor het eerst sinds 2014, dus april 2014, is die lager, komt die onder deze nullijn uit. We zitten nu op een verandering van min 0,8 procent. Dat is nog niet zo gek veel, maar in ieder geval is het een begin. Als je ziet dat we drie maanden geleden, in november, nog bijna 5 procent hoger waren dan het jaar ervoor. Gaat het uiteraard de goede kant op voor mensen die nog geen woning kunnen kopen. Als we gaan kijken naar de maand-op-maand -maand verandering, dus deze februari ten opzichte van de maand januari, is er ook weer een anderhalf procent daling geweest. In deze grafiek kan je dat niet zo goed zien, maar als je in dit stukje leest, ten opzichte van januari is de prijsindex bestaande koopwoningen in februari met anderhalf procent gedaald. De prijzen van bestaande koopwoning bereikten in juni 2013, dus dat is deze juni al tien jaar geleden, een dieptepunt. Dat is allemaal aan het einde van de financiële crisis geweest. Vervolgens was er sprake van een stijgende trend. Tot augustus 2022, dus die trend heeft bijna tien jaar geduurd. Sindsdien is de prijsindex vrijwel onafgebroken gedaald. Vergeleken met een dal in juni in 2013 waren de prijzen in februari ruim 90% hoger. De gemiddelde transactieprijs van een woning was in februari 210.000 euro. Nou heb ik al wat vaker video's gemaakt over de huizenmarkt. En ik kan me nog herinneren dat in de video's hiervoor. dat gemiddelde huizenprijzen rond de 4,30, 4,20. Dus nu zitten we alweer op 4,10. Alsnog voor de meeste mensen een vrij hoge prijs om een huis te kopen. En als je alleen een huis wil kopen, is het nog steeds vrijwel onmogelijk. Maar zometeen in de video zal ik laten zien. dat niet alleen de prijsdalingen van belang zijn. Wat betreft een koopwoning. Maar dat je natuurlijk ook te maken hebt met een gigantisch hoge inflatie. die ook langzamerhand de waarde van je woning opeet. Daar gaan we zo meteen even naar kijken. Kijk je eerst even dat er ook in februari weer minder transacties zijn geweest. Nou, dat is in principe niet echt een nieuwe trend. zoals je in deze grafiek al ziet. Dat is alweer meerdere malen voorgekomen. en helemaal vanaf mei 2021 is er eigenlijk bijna iedere maand wel een daling geweest van het aantal transacties. Een daling van de transacties zorgt er natuurlijk automatisch voor... dat woningen die te koop staan, langer te koop staan. Dat gaan we zo meteen even bekijken op Funda. Eerst gaan we het even hebben over de inflatie. Zoals ik net al zei, inflatie die eet ook langzaam de waarde van het huis op. Als we kijken naar de inflatie in de maand februari, staat die op 8%. En zoals we net in het vorige blaadje zagen... Waren de huizenprijzen met 0,8% gedaald? Er is dus een daling van 0,8%. En daarbovenop komt ook nog eens de 8% geldontwaarding, wat inflatie eigenlijk is. Prijsstijgingen betekenen natuurlijk automatisch dat het geld wat je nu hebt minder waard is. Dus dan zou je kunnen zeggen dat de reële waardedaling van woningen, die 0,8% plus die 8% inflatie. Dus dat zou betekenen dat in de maand februari van dit jaar de reële huizenprijs. Met 8,8% gedaald zou zijn. Dat is dus wel ook iets om goed in je achterhoofd te houden. Je hebt natuurlijk dan niet alleen te maken met de daling van de prijs. Dus de, een huizenprijs die niet meer gemiddeld 4,30 is, maar nu 4,10 over een paar maanden. Maar dat die 4,10 ook 8% minder waard is. Dus voor die 410.000 euro kan je 8% minder spullen kopen dan een jaar ervoor. Dus in dat opzicht ziet het er eigenlijk voor de mensen die geen huis hebben een stuk beter uit. Maar voor de mensen die bijvoorbeeld afgelopen jaar een huis hebben gekocht, is het wel goed om in je achterhoofd te houden, ja oké, okay, de waarde van je huis in euro's is misschien maar een klein procentje gedaald. Maar langzamerhand eet die inflatie die waarde van je huis natuurlijk wel op. Maar aan de andere kant eet die inflatie natuurlijk ook de waarde van je schuld op. Dan kijken we nu nog even snel naar de rente, de hypotheekrente, die is helaas weer gestegen. In de vorige video was Lloyds Bank nog de goedkoopste hypotheek voor 10 jaar met een annuïteithypotheek. Met een rente van 3,81. Nou, die rente staat nu bij hun op 4,01. Wat dus betekent dat in een maand tijd zij de rente ook weer met 0,2% hebben verhoogd. Bunk is nu degene die de... Laagste hypotheekrente aanbiedt, net iets onder de 4%. Maar of die hypotheekrente lang zo hoog kan blijven, is natuurlijk maar de vraag. Afgelopen week hebben de banken het best wel moeilijk gehad. Mede doordat de Fed en de ECB de rente zo hard aan het verhogen zijn. Gisteren heeft de Fed bekendgemaakt dat zij de rente met 0,25 zullen verhogen in deze maand. Omdat ze ook merken dat als ze met 0,5% zouden verhogen, er nog meer banken in de problemen komen. Het risico wat ze daarmee nemen is wel dat de inflatie ook weer een stuk hoger wordt. Dus dat is het eigenlijk maand per maand even afwachten of de inflatie daalt. En of de banken het redden. Het is een heel gevaarlijk paardje waar ze overheen rijden. Dus dat gaan we gewoon maand per maand in de gaten houden. Als je dat ook interessant vindt. Ik abonneer dan ook zeker op het kanaal. Ik maak iedere maand een video over de huizenmarkt. Hoe staat het ervoor? Kijken naar de rente. En nemen wat andere informatie mee. Dus doe dat ook zeker. Kijken we tot slot even naar hoe jij zelf. Met de data van Funda. Een beetje de huizenprijzen in jouw buurt in de gaten kan houden. Wat ik dan altijd probeer te doen. Dan kies ik gewoon een stad uit zoals Rotterdam. Kijken we even naar een huis met een, ja, een normale prijs. Het heeft niet zo heel veel zin om naar zulke villa's te kijken. Dan zoeken we gewoon een normaal huisje uit. Bijvoorbeeld de Wim Schumacherhof 25. Nou, dat is gewoon een normaal huis. En waar ik dan meestal naar kijk, dat is deze, de buurt. Als je daar klikt op meer informatie, krijg je wat meer informatie over, in dit geval de buurt nesse Dan zie je de gemiddelde vraagprijs en ook hoe deze gemiddelde vraagprijs zich heeft ontwikkeld over, de laatste, nou, over het laatste jaar eigenlijk. Wat je ziet hier in Nesse-Landen, dat de prijs eigenlijk tot. December is blijven stijgen en dat vanaf december toen stond hij op het hoogste 545.000 gemiddeld en dat we in januari eigenlijk de eerste daling daarvan hebben gezien. Wat deze lijn ook meeneemt is de gemiddelde prijs in Rotterdam en daar zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren. In december staat hij op 368 en 810 euro. In januari is er een paar honderd euro afgegaan. En de cijfers van februari worden automatisch later geüpdate. Wat je ook heel duidelijk ziet, is dat het dus langer duurt voor huizen om verkocht te worden. Waar in mei of in april het nog maar 22 dagen duurde om in landen je woning te verkopen. Is dat inmiddels in januari gestegen tot 27 dagen. En ook voor heel Rotterdam geldt dit eigenlijk hetzelfde. Dan pakken we nog even een andere erbij. bijvoorbeeld de Van Gooyenstraat 43 in de wijk Overschie. En ook hier zie je een duidelijke afname van de prijs vanaf januari eigenlijk. Dus hier hebben we een paar maanden achter elkaar op 375 gezeten voor Overschie. En vanaf januari is ook hier de prijs weer naar beneden gegaan. De gemiddelde verkooptijd is ook wat langer geworden. Dus dat zijn voor mij allemaal signalen om aan te geven dat de huizenmarkt aan het afkoelen is. En wat eigenlijk ook automatisch betekent dat als je nu een huis koopt, dat je niet op een heel denderend moment je huis koopt met die gigantisch hoge rente. En dat je nu eigenlijk pas langzaam vanaf de top naar beneden aan het gaan bent. Als ik voor mezelf zou kiezen, zou ik heel graag nog afwachten. Wat de huizenmarkt de komende twee jaar gaat doen, omdat naar mijn verwachting het dan weer voor mij aantrekkelijk wordt om te kijken naar een woning. Voor zover even deze video wat betreft de huizenmarkt. Als je tot hier aan het kijken bent, klik dan ook zeker even op die blauwe duim. Dat helpt het kanaal weer groeien. Bedankt voor het kijken naar alles over geld. Tot later.